Heren, hebben jullie vragen? Tot zover. Dit is... Ik moet nog even wachten. Hebben jullie vragen tot zover? Ik vind het best duidelijk. Ja? Ja. Okay. Het is, ik vind het zelf wel pittig. Het is wel wat pittig stof, vind ik. Je zegt dus wel of niet? Nee. Kun je anders naar de kant? Ook vast. Ja, maar je kan het ook lopen. Je kan ook even denken, waar stond dat? Bla bla bla. Hier hè. Dus door met het aantal en hoe precies jouw keypoints zijn, kun je ook heel erg spelen met nauwkeurigheid versus de snelheid van jouw algoritme. Ja, ik zag het voorbij komen dat er een variant is, dat is ook een 4-letter afkorting, ik ben de naam even kwijt, maar die is schijnbaar een stuk verder geoptimaliseerd. Dat is een stuk sneller nodig. Kun je met die sturen? Want dat is dan wel. Ja, dat is wel zo. Oké, dus wat hebben we gedaan? Hè? We hebben eigenlijk die gegevens eruit gehaald. Welkom. We hebben deze gegevens eruit gehaald. Daarvan hebben we naar gekeken waarin dat paardje dan verschilt ten opzichte van elkaar. Hè? Die lokale maxima en minima bekeken. En daar hebben we dan gezegd van oké, waar dat een beetje groot is, dat zijn interessante keywords. Ja? Dat is volgens mij waar we gebleven waren. Oké. Ja. En die keypoints gaan we beschrijven als een tabelletje waarin we eigenlijk de gradiënten van dat punt af beschrijven. Dan krijg ik een tabelletje en dan is het eigenlijk gewoon nog maar een kwestie van het hele beeld het tabelletje met elkaar vergelijken. En je ziet nu al wel, hè, over van is die een beetje snel, die voeten nou? Ja. Ja, je ziet nu al wel dat je toch eigenlijk best wel veel tabelletjes per beeld moet vergelijken, hè Tim? Ja, daarom. Want per beeld heb je dan minimaal, per beeldpunt zou je dan minimaal een tabelletje hebben van 8 punten of zo. Ja. En dat zou je dan ook nog eens een keer moeten roteren, dus het is niet de snelste. Deze hebben we ook gezien, hè? Dit hebben we allemaal gezien, het is nog maar hier. Dus dan een... Zo'n beeld kun je dan opbouwen in dit soort gradiëntplaatjes, in feite. En je ziet al dat het hier niet per pixel gedaan is, maar bijvoorbeeld een iets groter aggregatieniveau, zeg maar de vraag van Wilma. Maar ook daar kun je mee spelen. Sure. Oh, die ken ik wel. Tenminste, ik weet niet hoe die werkt, maar de naam ken ik wel, ja. En dit is een voorbeeld, hè, van die keypoints. En die gradiëntvelden eromheen. Dus het zijn allemaal die gradiëntveldjes die je er eigenlijk omheen ziet per keypoint. Deze nou zeg maar, die blokjes die zijn een beetje gedraaid. Dus dat zeg maar heeft te maken met de edge. Dat, met de... dat is hier, hè? Zo van ik ga net zo lang draaien totdat hij er goed op past. Okay. Toch? Want ik heb dit, hè, ik heb dit bepaald voor de keypoint, Tim, maar in mijn echte beeld zit het zo. Oh, dan ga ik hem draaien totdat hij er mooi op past. Waar vergelijkt hij mee? Ja, dat weet ik niet. En de afmeting van die keypoint, die zijn verschillend, hè? Ja. Ja. Omdat je dus die multiresolutie aanpak hebt. Weet je nog, die octaven waren in feite keken naar verschillende grootte van het beeld, hè? Ja, maar waarom is het dan voor het ene keypoint gehouden als voor het andere? Wanneer stop je dan? Nou, in principe, als je hier dit plaatje kijkt, ik denk het deze. Dus op die plaatjes doe je allemaal dat plus, min, bla 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 bla. Dan krijg je een aantal keypoints uit. Op die plaatjes doe je een aantal keypoints en op die plaatjes een aantal keypoints. En hoeveel octaven je wil, dat is een keuze. Dat is gewoon instelbaar ook. Okay. Dat kun je ook echt... dat is weer die trade-off tussen snelheid. Ja. En nee, je ziet dat er vuistregels zijn, maar je kan dat tunen. Okay. Nou, dit is een mooie toepassing, vind ik zelf. Dit is de Marslander, de rover. Die heeft hier een foto gemaakt met zijn ene camera. Maar hij heeft ook een overzichtsplaatje even later gemaakt van een ander gebied. Zijn die twee, weet je nou, de vraag aan jullie eigenlijk is nu, van weet je eigenlijk
is dit hetzelfde gebied of niet? Waarschijnlijkheid zien hoor, maar jullie zijn ook extreem goed in het patroon herkennen. Nee, want dat is de mens, hè. De mens is echt geoptimaliseerd voor patroon herkennen. Maar het is nog niet zo makkelijk om een computer te laten doen, denk ik. Hè? Zie je het al of niet? Linksboven moet ik zien. Nou, ik zal het volgende plaatje, dan ga je de puntjes erin zien. En ik zal hem ook eens terugzien. En dan zie je dat het echt wel klopt. Je ziet die rotsen, die zitten hier. Ah ja. Waar zit die richting dan? Maar die rechter lijkt te golven, die linker lijkt te aarzelen. Ligt het aan mij? Zeg het nou nog eens. Die rechter lijkt te golven, die linker lijkt op te aarzelen. Dat is ook een golf. Dus het is allebei waarschijnlijk wel Max. Het is gewoon een zwart-wit plaatje van Max. Maar het zijn waarschijnlijk ook gewoon plaatjes met verschillende camera's op dat ding gemaakt. Hè? Ja, zie je die? Ik zat helemaal raar te denken. Ik dacht dat het gewoon ziek hoog was gefotografeerd. Ja, nee, dat denk ik niet. Eén is helemaal zo. Ja, dat is een afgrond. Dat dacht ik ook niet. Maar, dit is al best indrukwekkend, hè? Nou, nog een voorbeeld waarvoor je het kan gebruiken. Je hebt twee foto's, dus dit zijn de keypoints op je ene foto. En die keypoints probeer je ook te vinden op de andere foto. En ik weet niet of je het al herkent, maar dat zijn foto's zogenoemd klik, klik. Ja? Dus het beeld vervormt ook een beetje, hè? Ik weet niet of je het ziet. Maar dit dak ziet er net wat anders uit qua vorm als dit dak. Dat is logisch omdat jouw camera vervorming geeft. Nou, wat is het idee dan van Sift? Die maakt allemaal keypoints en die probeert die te vinden. Nou, wat je al ziet is dat er best wel veel keypoints niet kloppen. Toch? In dat bovenste plaatje. Maar daar helpt de statistiekje weer, want dan zegt hij gewoon van... nou, ik ga gewoon kijken welke keypoints allemaal dezelfde richting opgaan. Of welke keypoints allemaal een beetje kloppen met mijn originele oriëntatie, zeg maar. En alles wat helemaal raar is, dan flikker ik gewoon weg. Nou, dat heeft hij van hier naar hier gedaan. Wie snapt dit? Wie snapt dit niet? Dat zou ik veel meer... Oké, ja, want ik zag jou inderdaad wel heel moeilijk kijken. Ik doe eerst even een vraag aan Tim en dan... Ja, je kan met je camera soms van die dingen als 60 graden foto's maken. Ja. Gebruik het daar ook zicht. Of dit soort achtige technieken. Ja. Ja, er zijn. Je hebt meerdere dingen. Hè. Je hebt die steeds een foto maakt. Kluk, 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 kluk. Dat is een methode. Maar je hebt er ook eentje die continu een foto maakt. Ja, eigenlijk een filmpje. Mm. Ik weet niet of ze daar dezelfde techniek voor gebruiken. Maar voor die kluk, 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 daar zal zoiets voor gebruikt zijn. Je hebt ook gewoon online van die panorama tools, Huge Ink of zo, Hugger, dat is een of andere plugin voor iets. Die heb ik vroeger heel veel gebruikt. En dan kon je ook een klikje aanzetten en dan zag je gewoon de keyboards. Waarop je dan dat probeerde te doen. Wilma. Ja, die laatste. Nou, wat hij doet is dus, hij probeert die keypoints te vinden en soms zal hij het fout vinden. Maar hij weet natuurlijk niet wanneer het fout of goed is. Toch? Ja. Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen voorstellen, jij ziet al heel snel hier welke goed of fout zijn, toch? Al die lijntjes die zo staan, die zijn goed. En die lijntjes die andere kant op staan, die zijn fout waarschijnlijk. Toch? Dat is wat jij... Nou, je kan je voorstellen dat je bijvoorbeeld een algoritmetje maakt waarin je zegt van, nou, wat is de richtingscoëfficiënt van al die lijnen? En dan zoek ik gewoon op, dan zet ik een filter erop van als een lijn, ik kan eerst kijken wat het meeste voorkomt qua richtingscoëfficiënten, nou dat is die. Hè? Die hellingslijn, die komt het meeste voor. Nou dan zeg je gewoon van alles wat 10% afwijkt van die richtingscoëfficiënt flikker ik weg. En dat is maar een voorbeeld, hè? Je kan meerdere manieren verzinnen hoe je dat... Ja, zoals je zelf wil. Ja, ik heb zelf... Het is wel heel gaaf. Ja, dus gebruik ik ook een beetje dezelfde technieken. Als ik een maanfilter maak,
heb jullie dat denk ik wel laten zien, hè? Dat verbeterde beeld van die maan. Dat je zo'n vaag maanplaatje hebt en een van de eerder ziet en dan begint het zo'n heel scherp maanplaatje. Wat het probleem is, als ik een filmpje maak van de maan, dus heb je de maan zo, die beweegt, ja, en die beweegt heel bijzonder, want die doet ook een beetje dit. Die wobbelt een beetje. En dat komt omdat de aarde is bijvoorbeeld warm, hè? Dan komen van die bellen, die stijgen op, thermiekbellen, en die gaan af en toe door mijn telescoop het beeld heen. En dat is een extra lens, want zo'n thermiekbel, de lucht van zo'n bel heeft een andere temperatuur en dus ook een andere brekingsindex. Het is eigenlijk een lens. Wat gebeurt er nou als zo'n lens langskomt? Dan kan dat zo'n bel hier even langskomt, dat dit deel net iets naar links verschoven is. Toch? En even later is dit stukje een beetje naar beneden verschoven. Dus dat, als die plaatjes puur over elkaar heen zo leggen, dan worden ze even vaak als het origineel. Dat werkt niet. Nou heb ik daar een programmaatje voor. Nee, niet zelf geschreven. Maar het is wel. Er is een commerciële variant. En later heeft een Nederlandse amateur, daar heb ik ook mee op een forum gezeten, die heeft het wel zelf geschreven. En die is beter. Op een lange tijd geschreven. En wat doet hij? Die pakt gewoon keypoints. Die pakt keypoints op de maan. Nou, op de maan is het extreem makkelijk, hè, want je hebt allemaal die kraters en zo. Dus dat zijn hele mooie keypoints. En die keypoints gaat hij dan. Nou, meestal doen we het met ongeveer 10.000 beelden, ongeveer 10 seconden aan film en dan 100 frames per seconde, lekker veel. En dan doet hij voor 10.000 beelden, gaat hij die maan steeds een beetje oprekken, dat die keypoints precies mooi op elkaar komt te doen. En dan krijg je hele scherpe maanfoto's. Kijk, je kan nu met een telescoop die ik gewoon zo, kennen jullie de Mount, niet Mount Palma, maar de grootste telescoop in Amerika, dat is tot de jaren 80 was de grootste telescoop, was de Mount Palma. Die staat op Mount Palma, maar zo heet hij niet. Dat is een 5,7 meter spiegeltelescoop. De hel, alle telescoop is het. Ik kan nu, met mijn telescoopje van dit, kan ik scherpere maanfoto's maken als die 5 meter telescoop door dit soort technieken. En dat is, ja, dat is redelijk bijzonder. Wat willen we dan, als we diezelfde techniek toepassen, niet nog scherpere foto's maken dan wat u nu doet? En dat doen ze dus ook. Dat doen ze ook. Ja, dat klopt. Sterker nog, wat zij ook doen, dat is ook wel grappig. Wat zij doen is, zij doen nog geavanceerder. Wat zij doen is, ze hebben hier hebben ze een telescoop, hè? Dan hebben ze hier een tweede spiegel zitten en dan zit hier een gat, hè? Dus het licht gaat zo toep, toep, toep. Yeah. En dan zit hier jouw camera. Nou, wat ze doen is, ze pakken een laser, meestal een groene, en die zetten ze omhoog. Nou, als je dat een laser doet met een beetje vermogen, dan wordt dat een punt, hè? Als je gaat kijken naar je parallax, weet je wat parallax is? Dus als ik dit doe, hè, dan zie ik dit zo verschuiven. Dat is de parallax. Maar dit ten opzichte van dit ten opzichte van waarnaar je kijkt, die laser gaat iets van 50 kilometer verder weg. Hè? Dus die voor die telescoop is dat gewoon alsof hier een puntje staat. Nou, wat doen ze dan? Ze meten hier met een klein cameraatje ernaast, meten ze waar die punt staat van die ster. En ze weten dat dan op dit dingetje, zeg maar, of dat meten ze hier, op dit ding één puntje zou moeten zijn. Maar in de praktijk, door die golven, door die bellen, is dat niet één puntje. Maar dan kun je natuurlijk uitrekenen, als je weet hoe dat hier vervormt, uitrekenen hoe die bellen hier langs gaan. Hoe die bellen hier langs gaan. Wat ze dan doen, is dit spiegeltje, op dit spiegeltje hebben ze allemaal kleine piezo-kristalletjes zitten. Eigenlijk gewoon een grote luidspreker, die spiegel. En dit is een spiegel van een halve meter of zo, hè? Deze is iets van 10 meter. Luidere telescoop. Die veranderen ze die vorm van die spiegel 1000 keer per seconde. Om precies te zorgen dat die punt hier een punt blijft. Nou, als ze dat doen, dan is de rest ook scherp. Het zijn eigenlijk alleen groen gebruiken als
van de structuurlijn. Dat weet ik niet, maar meestal zie ik dat gewoon, ik weet niet. Ja, blauw is lastig. Hè? Blauw is lastig. Nou, blauwe lijsten zijn sowieso niet handig. Blauw is veel moeilijker om als leder te maken. Veel meer vermogen nodig. Ja, veel meer vermogen nodig om dezelfde output te... Rode lezen is heel makkelijk, die hebben we heel lang. Groen is al lastiger. Ja, rood is misschien niet handig omdat je sterren hebt hieruit. Ja, ik weet niet precies welke kleur ze... Het kan ook best dat ze... De ene keer een andere kleur pakken als de andere, zeg maar. Ja. Dat is een idee van de knippen, groen moet blijven hangen. Maar met deze techniek, Kevin, kun je betere foto's maken als met de ruimtetelescoop. Hubble. Ja, beter als met de Hubble. Bart, ja. Is het misschien niet omdat hemelsensors en misschien ook andere sensors meer groene detectoren hebben dan andere? Nee, want dit zijn zwart-wit detectoren. Wat ze doen is filter ervoor. Het probleem als jij zo'n RGB-sensor hebt, dan raak je resolutie kwijt. Oh ja, dat is waar. Ja, dus zij gebruiken hier altijd alleen maar zwart-wit detectoren en dan stoppen ze er een filter voor om een kleurenplaatje te maken. Ze maken eerst een beeld met een groen filter, daarna met een geel of met een H-afvalfilter, dus de 635 nanometer golflengte of zo, en dan weer met een ander filter. En dan kun je allemaal ook kijken welke stoffen. Eigenlijk kun je dan een soort spectraal plaatje maken als je heel veel van die kleuren maakt. Zonder. Oké, okay, maar terug naar dit. Nou, die heb ik eerder laten zien, hè, maar dit is ook gewoon de techniek achter dit soort gigapixel foto's. Ik had vorige keer, of twee lessen gelezen, was er iemand die langskwam met een plaatje van de sterren. En dat was, ja, en hoe groot was die foto? De uiteindelijke resolutie is 22.064. Ja, nou dat. Om dat te bereiken, dat lukt nooit met één foto, hè. Zo groot zijn die sensoren niet, dus daar gebruiken ze allemaal dit soort stitching technieken voor. En bij sterren is het eigenlijk makkelijk, hè? Sterren zijn best wel fijne keyboards al, toch? Is wel. Ja. En dan zul je zeggen van ja, maar sterren, ze zien er allemaal als een puntje uit. Oké, maar als je 3 sterren pakt, dat is het perfecte keyboard. Dan weet je precies. Oké. Okay. Vragen over SIFT. Het is wel heel, heel sterk, heel nuttig. Mocht je hem willen gebruiken in je toepassingen, kan, maar dan wel voor een deeloplossing graag. Dus niet als eindoplossing. Maar zit er iemand aan te denken, laat ik het anders zeggen, is er iemand die denkt van hey, SIFT is de oplossing voor mijn probleem? Nee, wat hadden we? Niet gebruiken. Wat hadden we? Een type auto detecteren aan de hand van de zijkant. Ja. En toen hebben wij gezegd al van je mag geen SIFT. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, maar ik denk dat die gewoon een soort van elkaar was. Met die puzzel. Ja, jullie zouden uiteindelijk misschien wel SIFT kunnen gebruiken als je de... ja, voor jullie, ik kan me voorstellen dat bij jullie een deeloplossing SIFT is. Maar ik zou het niet... ik wil het niet vol alleen maar zien, toch? Je hebt toch eerst een volledige puzzel nodig als je SIFT wil gebruiken. Ja. Ja, maar zij gaan ook. Ze hebben een volledig puzzel aan, ze hebben puzzelstukjes. Oh, okay. Ja, er zijn meerdere mogelijkheden wat zij kunnen gaan doen trouwens. Kevin. Ja, ze gaan stukken. Ik denk dat het ook fijn is. Ja. Ja, maar bij jou zit de complicatie nog bij dat je ook het bord moet herkennen. Ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken met zich. Nou, plus dat het veel leuker is om met andere technieken. Daar ben je eigenlijk al volgens mij. Ik ben gewoon erbij. Ja, ik kan me voorstellen dat je voor die schaakstukken wel gaat kijken naar zich. Dat is niet erg, toch? Ja, het is alleen, dan gaan we natuurlijk helemaal fout als jij... Wat ja, dat is die leuke dingen. Maar het is misschien wel een optie. Misschien wel in je gedachten. Is het begrepen? Hey, de laatste Optic Flow, daar ben ik niet zo diep gegaan in de inimini details. Dan weet ik ook, ik heb er ook minder over gevonden. Dan weet ik ook gewoon veel minder. Maar waarvoor je Optic Flow, hebben we Optic Flow nou ook een demo? Ja, we hebben wel een demo online staan. Dus bij die advanced opdrachten zit Optic Flow in. Dus het is wel eentje die je kan gebruiken. Het idee van Optic Flow is dat je wil kijken wat de beweging is van objecten in het beeld. Dus ja, gaat die auto naar voren of niet? En het idee is dat je dat wil eigenlijk tussen twee beelden.
Je hebt beeld A, je hebt beeld B. En dan de beweging zien. Sterker nog, als je dat hebt, kun je het ook in een filmpje doen, toch? Oké. Okay. Nog zo'n voorbeeld, hè. Stel dat dit niet zo draait. Dan wil je eigenlijk dit soort plaatjes hebben. Dus een soort verte plaatje, waarin je ziet hoe iets draait. En we hebben er inderdaad voorbeeldscripts van. Ik ga even laten zien. Daar zit mijn voorbeeld. Ik had toch een demo hiervan erin zitten, of niet? Oh, deze. Ja. Dus dit is eigenlijk wat je zou willen zien. Wat is die x aan? Oh, het is een minder punt drukken. Nee, dat is wat anders. Niet minder. Ja, het is ook minder punten. Nee, je hebt gelijk, Kevin, het zal minder punten zijn. Ja. Je kan ook nog met andere dingen spelen, maar dat gaan jullie bij die advanced opdracht ook nog wel zien. Die optioneel zijn, hè? Ik bedoel, het is niet verplicht. Maar het is wel heel leuk. Het is veel meer om gewoon mee te spelen, om te zien van, hé, wat doet hij nou eigenlijk? Dus dit is het doel van Optic Flow. Het idee is wel dat je dan de camera stil hebt, zeg maar. En er zit een probleempje in, hè. Je 3D-beweging leidt tot een 2D-beeld. Maar dat is een... Ja, jouw beeld is altijd een projectie van de werkelijkheid op een plaat, hè. Toch? Dus ik heb hier die sensor. En jullie doen allemaal. Maar als ik dit doe, en hier zit die sensor, die, ja, het ding wordt groter, maar voor de rest zie ik geen beweging. Toch? Zo zie ik wel beweging. Dus daar zit een beperking in, zeg maar. Deze kennen jullie denk ik ook al wel, hè? Ja. Het blijft niet waar zijn, hè, het beeld wat je hebt. Het is geen werkelijkheid, het is een projectie op een plat vlak. Deze hebben we ook al gezien, hè? Stel dat deze lijn van hier naar hier gaat. Maar je kijkt door een gaatje. Hoe ziet het dan uit? Dan ziet het eruit alsof die lijn van daar naar daar gaat. Toch? Dus dat, ja, dat, daar zit je gewoon mee. Je hebt de data die je hebt. Daar kun je voor de rest niet zoveel aan doen. Het is hetzelfde verhaal, hè? Wat doet hij nou? Gaat hij nou naar rechts of gaat hij naar beneden? Nee. Ja, dat weet je. Dat kun je eigenlijk niet zeggen, nee. Het is allebei waar. Is dat voorbeeld? Dit is dus wat je wil bereiken. En wat je dus op de flow, ja, dit is wat ik net verteld heb, hè. Dus wat je wil, is eigenlijk een soort vectorveld wat aangeeft wat de verplaatsingen zijn. Dat is waar je nou op zoek hebt. En als ik dit vlak heb, hè. En het verplaatst naar rechts. Waar zie ik verplaatsing? Alleen op de randen, hè. Dus je zal toch weer naar iets van stereotype dingen moeten zoeken waar je die verplaatsing kan zien. Als je naar even vlak, ga je geen verplaatsing zien. Dus daar zit je ook nog mee. Dus je wil naar dingen, je wil eigenlijk zeg maar zo van, nou, waar zat het eerst, waar zit het daarna? En wat je doet om van heel veel informatie af te komen, is weer een ander trucje. Die ga ik wel even behandelen. Je pakt het originele beeld, dan doe je er een Gaussian overheen en dan doe je een Laplacian eroverheen, tweede afgeleide. Dan krijg je dit beeld, hou je over. Dat lijkt een beetje op een... Picasso. Ook dat? Wie nog meer? Een beetje edge detection-achtig, hè? Ja. En dat klopt ook, dat ga ik nu even laten zien. Dit is die Laplace van een Gaussian. Dit weet je nog, hè? Dit hebben jullie gezien, hè? En hiermee kon je, met deze vorm kon je edge detecten in één richting. Weet je nog?
Met die, het mooie van het ding was dat het eerst smoothde, dus je zag alle kleine edges zag je niet. En daarna, omdat hij een plus in de midden had, keek je naar de edges. Weet je dat? Oké. Okay. Nou, je kan je voorstellen, als je zo'n vorm hebt, dat je dat meteen doet in twee dimensies. Je doet het nu meteen in X en Y. En ertussenin ook. Oh, ja. Toch? Want wat je nu eigenlijk doet, dat gat heb je nog steeds, maar die richel heb je eromheen rondgetrokken. Dan ben je eigenlijk in twee, in alle, niet twee richtingen, maar alle richtingen ben je het eigenlijk, heb je twee daar aan. Dat is nog veel sneller dan het eerst in X doet en dan in Y doet. Dit is in één keer. Nou, als je dat doet, dan weer terug naar dit plaatje, dan krijg je dus dit soort beelden over. Ja? En hierop ga je dus proberen te kijken van welke edges, want die edges zijn alleen in het zand, toch? Want hier de verplaatsing bekijken, ja, boeiend. Zie je niks aan. Je wil hier en hier de verplaatsing bekijken. Dus nu ga je op die edges, ga je weer kijken van, zijn er nou, wat doet die edge? Gaat die naar links of gaat die naar rechts? Etcetera. Ja? Dit is het, heb ik allemaal verteld. Hoe ze dan die patches zelf bekijken, zeg maar, daar heb ik ook, wat ik net al zei, heb ik minder over kunnen vinden. Hè. Ik kan me voorstellen dat dat ook weer shift-achtige technieken zijn, of misschien veel simpeler. Dat durf ik niet iemand te zeggen. Dus daar heb ik niet helemaal goed kunnen uitzoeken. Maar ze, uiteindelijk gaan ze dus weer kijken van waar is hij verplaatst van de ene naar de andere, welke richting is er verplaatst. Maar je kan je voorstellen dat dat nog niet eens heel moeilijk is. Want je gaat er toch een beetje vanuit dat hij een beetje in de buurt zit. Dus dan ga je gewoon kijken van nou, in de omgeving van dat ding, waar kan ik die vorm weer terugvinden? Oké. Okay. Je zit er natuurlijk wel mee van hoe zorg je nou dat hij de juiste patches pakt, zeg maar. Dit werkt natuurlijk van een meter. Daarboven werkt het allemaal wel beter. Hier ook, hè? Links werkt niet goed, rechts werkt wel goed. Dit is ook weer een beetje lastig als je daar een beetje wil zien, maar die is misschien nog wel het mooiste. Zover optic flow. Dus dat is, ja, ik heb minder helemaal tot op de bodem uitgezocht, maar het is wel heel leuk om mee te spelen als demo. Dat was wel heel gaaf vorig jaar. Hebben jullie nog vragen? Is dit het laatste college? Dit is in principe het laatste college. We houden dit tijdslot wel. En wij willen met jullie allemaal over die tutorgesprekken hebben. We kunnen gewoon wel even open vragen wat het handigste is, of niet? In de zin van. Ook qua tijdstip. Als er moeder helemaal, of als dinsdag helemaal niemand opkomt dagen, dan. Ja, precies. Ja. Wat is jullie voorkeur voor die tutorgesprekken? Dus maandag, dinsdag en woensdag. Ja, we hebben ook geen opdrachten meer. We hebben ook geen opdrachten meer. Dus dan heb je ook zo'n werkcollege. Ja, die werkcollege, kijk. Puur voor jou. Je eigen opdrachten. Nou, ja. Ja, sowieso wel al die uren die er nu nog staan. Dat moet je wel gebruiken. Nou, sowieso moet je veel meer nog gebruiken dan die uren die er nog staan. Nee, dat is serieus, hè? Je gaat het niet halen met alleen die uren in de werkplek. Dan ga je niet je eigen opdracht halen. Nee, maar die uren die er nog staan, zijn een service naar jullie toe, hè? Dat is gewoon puur voor jullie, zodat jullie vragen aan ons kunnen stellen. Daarnaast willen wij wel echt ook verplicht gesprekken met jullie hebben gewoon over de voortgang. Dat wel. Maar voor de rest is het vooral een service naar jullie. Maar hoe wilt u dat doen? Ik zou bijvoorbeeld maandag al weer gesprek weten. Ja. Ik kan duidelijk maken dat wij Nou, wie wil maandag allemaal een gesprek met ons? Dat hebben we toch gisteren op het bord gezet? Ja, dat klopt, maar dat was volgende week, zeg maar. Dat was nog niet maandag, dinsdag of woensdag. Wie wil maandag een gesprek? Ja, wie wil dinsdag een gesprek? Wie wil woensdag een gesprek?
Ja, wij komen gewoon denk ik elke dag als ik het zo zag. We zijn elke keer wel handjes. Ik weet niet, ik zag dinsdag gewoon niet. Jawel, dinsdag zag ik ook. Ja, oh, nee. Dus wij zijn er elke dag. Hoe wordt het dan gepland? Wordt iedereen vast tijd? Of maar zit er gewoon meer over in? Je moet in ieder geval, we hebben die lijst hè. Ja. En aan het eind van de week willen we in ieder geval dat jullie die lijst hebben gehad. En het is aan jullie om te zorgen dat jullie met ons gesproken hebben. Dus in principe is het, je komt of maandag of dinsdag of woensdag. En één van die drie dagen heb je dan een gesprek over die lijst. Ja, dat kan volgende week kunnen we wel doen. Als we merken dat het niet handig is, dan organiseer je het wel anders. Maar volgende week doen we het nog even zo. Okay. Maar in principe kun je alle drie de dagen komen als je nog eventueel vragen hebt met je opdracht. Het is wel serieus. Je moet, als je gaat kijken naar hoeveel uren voor dit vak staat, en dat moet je, anders ga je het ook echt niet halen, dan moet je iets van 20 uur of zo per week eraan besteden. Dus je bent er helemaal niet met die uren dat je hier bent. Dus 12 uur in het vak, 8 uur. Iets in de geest, ja. Dus je moet echt serieus tijd erin stoppen. We hebben het tentamen er al afgehaald, maar dan verwachten we ook echt wel wat van de opdracht. Hebben jullie nog vragen? Als dit. Ja, dit was het. Andere vragen? Fijne les, dank u wel. Ja, dank u wel. Niemand heeft.